In april 2012 zijn we gecontacteerd door een studentenclub Fabians. Zij stelden de vraag of we bij Comida, de studentenrestaurant van de Universiteit Antwerpen, mee wilden werken aan hun Oceaanweek. En die week wilden vermijden om niet duurzame vis op het menu te zetten. En we hebben dan besloten om effectief geen tonijn te serveren. Maar we hebben ineens doorgetrokken dat verhaal. En we hebben besloten om dan gewoon geen tonijn te koer meer te geven. Niet enkel die week, maar om het volledig te schrappen. En naar aanleiding daarvan hebben zij ons in contact gebracht met Vredeseilanden. En zo zijn wij met het traject van verduurzaming gestart. En dan zijn we eerst begeleid in de zin van hoe loopt het momenteel? Wat zijn punten die jullie al duurzaam aanpakken? Waar kunnen jullie nog in groeien? En dan hebben we eigenlijk een heel traject uitgestippeld om dan gaandeweg gedurende oorspronkelijk één, uiteindelijk zijn twee academiejaren geworden, een volledige verduurzaming in de mate van het mogelijke en zoveel als mogelijk door te voeren binnen Comida. We zijn dan concreet eigenlijk gestart met het vegetarisch aanbod flink uit te breiden. Dus ik denk dat we het hele duurzame pakket hebben aangepakt. Ook het afval werd bekeken en daar hebben we ook een aantal aanpassingen aan gedaan. En dat loopt ook allemaal nog verder door, hoewel dat de begeleiding eigenlijk al lang gestopt is. Maar het blijft nog nazinderen. Wat we echt wel goed hebben kunnen uitwerken en nog steeds volop doen, is het werken met seizoensgroenten. Waarbij dat ook wel onze klanten een beetje kunnen opvoeden en kunnen aantonen wat is nu juist beschikbaar in welk seizoen. En dat is toch wel iets dat studenten opmerken van tja, de broodjeszaak achter de hoek, daar ligt dat er wel allemaal tussen. En als ik het hier kom halen, niet. En wij proberen ook wel te communiceren naar hen. Van kijk, wij werken op een duurzame manier en werken met seizoensgroenten is daar één aspect van. Wat fijn was aan de samenwerking, was dat er heel persoonlijk eigenlijk werd gewerkt. Het was niet van, hier is een standaard pakket en dat volgen jullie, of jullie volgen het niet en we stoppen ermee. Maar er werd echt wel gekeken naar wat zijn de noden, de mogelijkheden, de opties om effectief die verduurzaming te realiseren. En daar werd echt rekening mee gehouden, met ook met wat wij realiseerbaar vonden of niet. En daar werd echt naar geluisterd en daar werd de traject eigenlijk op afgestemd. Dus ja, op die manier hebben wij leren kennen. Zijnde van werken rond de boeren in het zuiden en ver van ons eigenlijk vandaan. Maar dat ze ook hier ter plekke werken aan alles wat dat de wereld beter kan maken.